Dan moet ik ook de antenne nog laten zien die erbij hoort. Ik doe het even zonder te monteren, dus dat moet in één keer. Want het monteren, dat was gisteren heel veel werk. Maar dit is de antenne. Kijk, dit is de spoel die eronder zit. En je kunt, kijk, dit is de massa. Je kunt hier per band kun je insteken. En daar hoort een bepaalde lengte bij die uitgeschoven moet worden om hem te laten resoneren. Het is een behoorlijk stevige en ook heel lange telescoopantenne. Voor de onderste twee banden zitten er dan nog een tweetal extra spoelen bij die er nog tussen komen. Voor 160 en voor 80. Maar voor alles 40 meter en hoger heb je dit. Onderaan zit een Amphenol plug gewoon. En ja, het is verder uiterst simpel. Je brengt hem in resonantie door de lengte. En wat ik dus wil doen is waarschijnlijk niet een SWR-meter maken, maar een stroomindicator die gewoon de HF-stroom op het voedingspunt laat zien. Als dat maximaal is, resoneert hij. Dus dat is verder heel simpel. Het probleem is alleen dat ik heb een antennetuner voor portabel. Die heeft een ledje. En ik besef dat in het zonlicht dat nou niet echt... Dus daar zoek ik nog iets voor. Maar ik wil eigenlijk ook niet een draaistroommeter gaan doen, omdat dat vrij kwetsbaar is. En wel een stuk gaat, dan moet je je buizing opnieuw boren. Dus ik ben nog aan het zoeken naar iets wat dat kan vervangen. Dat wordt geen OLED-displaytje of zo, want een ledje kun je lekker voeden uit het HF gewoon. En daarna sluit je het kort. Nou is mijn accu leeg, dus dit beëindigt vanzelf de opname. Ja, dit is het luik wat op mijn dak moet komen. En hieronder een zonnepaneel in de verpakking nog, waar ik al eerder een filmpje over maakte. Ik dacht dat ik een filmpje gemaakt had van deze antenne, maar dat had ik kennelijk nog niet gedaan. Dat ding is een toybox, heet hij. De bijnaam van Comet. Die spreekantenne die is heel serieus. Je zou denken van nou, een telescoopantenne is niet zo stevig, maar dit ding is echt, dat is zeer sterk. Dus dat gaat vast van tijd mee. Er zijn ook Chinese antennes van dit type. Maar ik vond dit nogal, dit spreekt me erg aan, omdat dat per band in resonantie te brengen is. Een spoel onderin vind ik nooit zo geslaagd, maar... Nou ja, het moet maar. We gaan eens kijken of we het ermee kunnen doen. Op de hoogste banden heb je zo weinig mogelijk spoel ertussen zitten. Dus daar hopen we dan het beste van.